Goedenavond, dit is het Heuvelland Nieuws van dinsdag 25 juli. Eijsden-Margraten heeft besloten om naar de Belgische Raad van State te stappen vanwege de komst van een biomassacentrale in Lixhe, net over de grens bij IJsden. Ook Maastricht is van plan om naar de hoogste rechter te gaan. De biomassacentrale zou hier in de buurt komen, bij de cementfabriek van Lixhe. En dat ligt op steenworp afstand van de grens met IJsden. De gemeente Vizé, waar Lixhe onder valt, had eerder een vergunning aangevraagd bij de Waalse regering. Maar vorig jaar juli werd die door de regering geweigerd. De biomassacentrale stapte vervolgens naar de Belgische Raad van State. De centrale kreeg gelijk. De Belgische rechter vond dat de reden van de weigering onvoldoende was gemotiveerd. De vergunning werd door de beslissing van de Raad van State weer geldig. En de Waalse regering moest daardoor opnieuw in beraad over de aanvraag. Maar ook hier ontstonden weer problemen. Twee Waalse ministers stonden lijnrecht tegenover elkaar op deze kwestie. Er kwam geen besluit, wat betekent dat er groen licht komt voor de vergunning. Maastricht en IJsden-Margraten zijn daar niet blij mee. Ze vrezen dat vervuilende stoffen de grens overwaaien. Ze stappen daarom naar de Raad van State. En die moet uiteindelijk beslissen of deze omstreden biomassacentrale er wel of niet mag komen. Op Maastricht-Agen Airport is dinsdag een vlucht vanuit Rodos geland. Het Griekse eiland wordt al dagenlang geteisterd door bosbranden. Grote reisorganisaties vliegen al een aantal dagen niet meer naar Rodos. Zo ook Corendon, die vanaf MAA naar Rodos vliegt. Zo'n 10% van het toeristische eiland is afgebrand. Trainer Danny Volkers verlaat SV Meersen uiterlijk per 1 oktober. Indien de club voor die datum een vervanger vindt, zal hij eerder de club verlaten. Volkers is sinds kort fulltime hoofd van de jeugdopleiding bij Roda J.C. Bij de Kerkraadse club trainde hij voorheen de jeugd onder 21 jaar. Zijn nieuwe werkzaamheden bij Roda zijn niet meer te combineren met het trainerschap bij SV Meersen. Roda J.C. heeft Volkers tot 1 oktober toestemming gegeven om beide functies te vervullen, zodat SV Meersen de tijd heeft om een opvolger te zoeken. Mocht er nog geen opvolger zijn gevonden na het vertrek van Volkers, zullen de assistenttrainers Robert Smeets en Tini Ruizen trainingen bij SV Meersen voorlopig leiden. Dit doen ze dan samen met de trainer van het tweede elftal, Arno Koenen. Het vakantieseizoen is gestart. Veel Nederlanders gaan in het binnen- of buitenland op vakantie. Maar voor ouders van een zorgintensief kind is dat een stuk lastiger. De Kindervallei in Houthem-Sint Gerlach biedt voor de kinderen en ouders een oplossing. Bij de Kindervallei zijn 8 vakantieappartementen waar ouders met hun kinderen kunnen verblijven. In het appartement zijn er allerlei hulpmiddelen om de kinderen te ondersteunen. En wat vooral om gaat zijn die gezinnen die deze vakanties nodig hebben. Zij maken natuurlijk ook het liefst een keuze, breed in het land of in het buitenland, precies wat u zegt. Maar zij hebben beperkte mogelijkheden omdat de accommodatie moet zijn aangepast. En onze 8 appartementen zijn aangepast, laat ik jullie daar nog heel graag even zien. En dat is ook de reden dat al deze gezinnen uiteindelijk kiezen voor een plekje bij de Kindervallei. Het hele gebouw is rolstoel toegankelijk. Er zijn speciale liften en bedden in meerdere soorten en maten. En er zijn aangepaste douches. Alle materialen om een vakantie geschikt te maken voor kinderen die zorg nodig hebben. Want waar je naartoe gaat, heb je dezelfde hulpmiddelen nodig dan die je thuis ook hebt. En dat is eigenlijk, zeg maar, randvoorwaardelijk om überhaupt hier naartoe te kunnen komen. En zelf merk ik dat als je ouders echt vraagt wat maakt nou die Kindervallei voor jullie zo bijzonder, dan hebben ze het over het allerbelangrijkste hulpmiddel en dat is ons warme badje. Zeg maar de mooie omgeving, dat is dat je kind bij ons zeg maar, zichzelf kan zijn. Dat het helemaal oké is als jouw kind andere geluiden maakt, er anders uitziet. En ouders noemen dat wel eens bij ons het allerbelangrijkste hulpmiddel. En dat is wat we samen creëren met onze vrijwilligers en het mooie warme hart hier in huis. Marcel Spoelder is met zijn 2 dochters op vakantie in de Kindervallei. De 14-jarige dochter Lina is gehandicapt en heeft een speciaal bed nodig. Mijn dochter heeft een speciaal bed nodig. Dat je een hoogte en laagte kunt verzetten. Wat ook aan de zijkant is gepolsterd. Ja, dat vind je natuurlijk niet in andere vakantieverblijven. En hier is de mogelijkheid gecreëerd om dat bed in de slaapkamer te plaatsen. Waar mijn dochter en ik slapen. En A, is het veilig voor haar, voor Lina. En voor ons is het ook makkelijk, want als zij weet dat de andere mensen van het gezin in dezelfde kamer slapen, dan vindt ze dat, is ze rustig en dan vindt ze dat helemaal geweldig. Een ander dingetje is natuurlijk de omgeving. Die is prachtig hier in Valkenburg. Het ligt heel centraal. Het Hundertwassergebouw, ja, in de geest van Dalí en Gaudí is natuurlijk heel rustgevend. Er zijn genoeg activiteiten te doen hier. En andere reden is een rolstoelfiets. Mijn dochter Lina, die vindt het heel leuk om te fietsen. Alleen heel moeilijk natuurlijk als je een gehandicapte dochter hebt die in die rolstoel zit vastgebonden. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Je kunt haar niet in iedere fiets zetten. Nou, en hier is de mogelijkheid voor een speciale fiets waar ik haar op een plateau kan rijden en met haar de omgeving kan verkennen. Nou, dat vindt Lina hartstikke mooi. Hè? Ze houdt van fietsen, ze houdt van aan de frisse lucht te zijn. Dus dat is ook een reden. De Kindervallei draait op enkele vaste krachten, maar vooral op vrijwilligers. Nu zijn er 100 vrijwilligers en dat is te weinig. Ja, 100 vrijwilligers is te weinig, want die werken allemaal en zeg maar de ene neemt 1 dienst per week of de ander neemt 2 diensten per maand. Dus dat is heel erg wisselend. En we moeten toch echt 24-7 de Kindervallei bemensen met vrijwilligers. Dus dan hebben we er eigenlijk 120 nodig. En dus is de Kindervallei druk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie interesse heeft kan zich melden bij de Kindervallei. De 5e en laatste etappe van de Ronde van Wallonië steekt woensdag heel even de grens over naar Vaals. De etappe van woensdag gaat van Banneux naar Aubel en is 215 kilometer lang. 7 pittige heuvels moeten beklommen worden. Het uitstapje naar Vaals is overigens maar heel kort, want de renners steken daarna weer snel de grens over naar de voerstreek. De start in Banneux is om 1 uur en de verwachte aankomsttijd in Aubel is rond 6:30. Het college van burgemeester en wethouders van Meersen is ontevreden over de aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de schaderegeling van de watersnood. Dat blijkt uit een brief van het college aan het ministerie. De colleges van de zwaarst getroffen gemeenten, Gulpen-Wittem, Meersen en Valkenburg aan de Geul, willen dat de slachtoffers die al eens extra gecompenseerd zijn via het Nationaal Rampenfonds nog eens extra gecompenseerd worden. Maar dat wil het ministerie niet. Het ministerie wil een nog kleinere groep schrijnende gevallen compenseren. En dan ander nieuws. De foto die Thijs Knops uit Wielren maakte van de watermolen in zijn dorp zal eind van dit jaar op de cover van de gemeentegids van Gulpen-Wittem prijken. Onlangs riep de gemeente haar inwoners op om de mooiste foto's van Gulpen-Wittem in te zenden. De allermooiste foto zou op de voorpagina komen. Volgens de gemeente werd massaal gehoor gegeven aan de oproep. Uiteindelijk werd de foto van Thijs Knops uitgekozen. Burgemeester Nicole Raamakers zette de winnaar in het zonnetje en overhandigde hem een streekproductenpakket. De mooiste inzendingen van de fotowedstrijd krijgen ook een plekje in de gids, die in het laatste kwartaal van 2023 zal worden verspreid onder de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. En dan nog het weer. Woensdag is het half tot zwaar bewolkt en in de middag is er kans op een bui, waarbij ook onweer mogelijk is. Er worden geen grote hoeveelheden regen verwacht. De temperatuur blijft met 20 graden te laag voor de tijd van het jaar. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de 12 graden. De wind is matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Donderdag blijft het zwaar bewolkt en zijn er lange perioden met regen. Er kan tot 20 mm vallen. Het wordt niet warmer dan 19 graden en in de nacht 14 graden. Er staat een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag kan het nog bewolkt beginnen, maar gedurende de dag komt er steeds meer plek voor de zon. Later in de middag is er kans op een bui, met mogelijk wat onweer. Het kwik loopt op tot ongeveer 24 graden. De wind is in eerste instantie nog matig, maar zwakt later af. Tijdens het weekend is het waarschijnlijk half bewolkt met perioden met zon. De temperatuur ligt rond de 24 graden en wel is er kans op een bui. En tot zover het Heuvelland Nieuws. Zometeen na de reclame kunt u kijken naar Tussen Osgezag en Gezwegen, waarin Patrick en Ton door het Heuvelland toeren. Maar ook het schoffelen en zo, het verschilt nog allemaal. Ja. Nou, zal ik Ton en ik het even overnummer van neugd, dan kunt u dat nog weer even. Kun je misschien proberen? Ja, kom van onder even proberen. Wat de microfoon in staat. Ik schoffel in het vuil toe, jongens. Voor op minus uur heb ik toes gedaan, dan moet ik het ook gewoon doen. Dat is het goed, zo of niet? Ja. Ton, is hij wel een schoffel, jong? Nee, ik heb daar niks van. Ik heb alles toegelaagd met steen. Kom, doet u het aan het proberen. Ik ken er niet veel van, in ieder geval. Hier is onkruid, hè? Dat moet rood, ja. Morgen om 7 uur zijn we er weer en ik wens je nog een hele fijne dag.